Ja, Mitchell van der Gaag, dat was hem dan bij Excelsior. Afscheid even bij VV Hillegersberg, is even wat anders geweest, denk ik. Ja, hoe kijk je terug op deze mooie periode en hoe was het bij het laatste eindsignaal eigenlijk? Nou, het is een beetje een vreemd gevoel. Laatste wedstrijd, we gaan met een klein groepje nog naar Ibiza toe. Sommige spelers nemen vandaag al afscheid en je komt elkaar alweer tegen. Dus dat is, wat dat betreft blijft de voetbalwereld een kleine wereld. Maar het is altijd apart, hè? Dus je hebt 2 jaar samen, nadrukkelijk samen hard gewerkt, pieken en dalen gehad. En uiteindelijk hebben we goede resultaten geboekt. En dan sluit je gewoon een periode heel positief af, hè? Het is altijd erg opportunistisch en erg resultaatgericht en dat is ook logisch. En dan is het prettig om in ieder geval op een goede manier af te sluiten. Een bijdrage hebt kunnen leveren aan de vervolgstap van Excelsior. Dat heb je van tevoren wel voor ogen en dat heb je samen in de planning. Dus dat de eerste gesprekken met Wouter en met Ferry. Ja, en dan is dat mooi om het op een positieve manier en met stapsgewijs voor elkaar te krijgen. Ja, en dan op een gegeven moment is het afscheid nemen. Hè. Dan ben je in je laatste wedstrijd en dan kijk je terug en dan denk je, ja, het is eigenlijk wel heel erg snel gegaan. Ja. Want ga je de mensen missen? Want je merkt denk ik de laatste week van, iedereen ga je niet voor de laatste keer zien, maar voor lange tijd misschien niet. Ga je iedereen bij de club missen? Ja, tuurlijk, omdat je heel intens met elkaar samen hebt gewerkt. Hè. Ik zeg altijd een kleine grote club. Hè. Dus je kent elkaar heel goed. De lijnen zijn kort. Dus niet alleen de mensen van kantoor, de vrijwilligers. Maar ook de medische staf waar je mee hebt samengewerkt. De technische staf. De supporters. Ja, het gaat nog net iets te ver om te zeggen dat je iedereen kent. Maar het zijn bekende gezichten. Dus ja, je doet dat eigenlijk samen. En dat is eigenlijk het mooie. En als je dat dan voor elkaar krijgt, dan is dat geweldig. En zeker met de kleine staf met wie je werkt. Ja, dat is heel intens geweest. Maar goed, je komt elkaar weer tegen. Je hebt bouwt vriendschappen op, relaties op. En dat is wel het mooie eraan. En nu natuurlijk de stap naar NAC. Is een tijdje geleden bekend geworden. Heel veel mensen die zeggen natuurlijk heel flauw, NAC is lager gereinigd dan Excelsior. Hoe zit het precies? Hoe zie jij de uitdaging daar? En zie je het eigenlijk als een stap hogerop? Nou, ik heb altijd gezegd op het moment dat ik wegging, ik ben niet speciaal op zoek naar een stap hogerop. Omdat, wat ik net al aangaf, het is allemaal heel erg opportunistisch. De verschillen, zeker van in het rechterrijtje, met een aantal clubs ook nog in het linkerrijtje, zijn niet zo groot. Dat hebben we dit jaar ook weer laten zien. Dus je gaat naar een club met een andere dimensie. In die zin, het is allemaal net even weer wat groter. Kijk alleen al naar de supporters. 20.000 man bij thuiswedstrijden. Je bent de enige club in een stad. Hè. Wij zijn, in Rotterdam zijn 3 clubs. Dat is, je zit altijd in de schaduw van Feyenoord. Dus dat zijn wel grote verschillen. Dus de impact is wat groter. De dimensie is wat groter. En daaraan zie je, en dat wil niet zeggen dat het allemaal beter is. Maar je ziet wel dat het in potentie allemaal wat groter is. En natuurlijk gelieerd aan Manchester City. Heeft dat ook bijgedragen aan de keuze die je hebt gemaakt? Omdat dat een grote club. Je gaat de kennis maken ook met die club. Dat is een van de factoren geweest. In die zin, je kijkt eerst na het eerste gesprek kijken naar NAC en de club zelf. Hè. Wat heeft de club te bieden? Wat spreekt je dat aan of niet? Nou, dat spreekt aan. Wat ik net al aangaf, supporters, stadion, het avondje NAC. Ook weer bij Excelsior meegemaakt en geleerd van je moet het samen doen. Dus het is een klein gezelschap en dat hield voor mij in de technische staf uiteraard. Maar zeker met Ferry en met Wouter, korte lijnen. Ook in mindere tijden, want dat is eigenlijk het belangrijkste. Hè. Je kan wel een visie hebben, maar het gaat altijd niet goed. En dan moet je ook steun hebben aan elkaar. En dat betekent niet dat het allemaal positief moet zijn, maar dat je kritisch naar elkaar kijkt. Nou, dat moet je ondervinden. Dat is heel belangrijk voor een trainer. Nou, dat heb ik bij NAC ook kunnen vinden. In de persoon van Hans Smulders, waar ik al een korte periode bij Eindhoven heb samengewerkt. En dan heb je dat link met City. Hè. Dus je krijgt kwalitatief goede huurspelers. En je kan meekijken bij City en de know-how, gebruik maken van de know-how van Manchester City. Nou, dat is, als je alleen al puur kijkt naar de financiën, is daar wat te halen. En dat is voor ons natuurlijk ook bruikbaar. Dus het zijn een aantal factoren wat zegt van, nou, dat maakt een hele interessante optie. Want ga je daar nog een kijkje nemen? Heb je al een kijkje genomen daar in Manchester? Ik ga binnenkort daar naartoe, dus ik ben er wel benieuwd. Hè. Je weet dat met geld is alles mogelijk. Hè. Dus dan weet je dat het in de randvoorwaarden gewoon hartstikke goed zijn. Alleen het is meer dan alleen dat. Het is tegenwoordig de Citygroep, dus er zijn een aantal clubs bij elkaar. En daar worden dingen voor gedaan. En ik,
ja, het is altijd goed om als trainer te leren. Al is het maar 1%, je wordt er altijd beter van. Dus ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar. Ja. En dan natuurlijk ook Sydney is een beetje uitgelekt. Of nou ja, uitgelekt, dat is naar voren gekomen. Nog teleurgesteld dat dat hem niet geworden is? Is dat helemaal niet aan de orde? Nou, ik ben wel in gesprek geweest. Ik wist hoe de procedure in elkaar zat. Dat ging een aantal maanden overheen. In die tussentijd heb ik ook met andere clubs gesproken in Nederland. Heb ik bewust nee tegen gezegd omdat ik graag op Sydney wilde wachten. Nou, dat hield in dat het wel alles in het ongewisse zou zijn, omdat ze niet weten wat ze gingen doen. Toen is NAC er tussendoor gekomen en daar ben ik toen over na gaan denken. En met de factoren die ik net allemaal genoemd heb, dan werd dat wel heel erg interessant. En toen heb ik ook aangegeven, ik ben met wat anders bezig en dat vind ik wel heel interessant. Dus los van de beslissingen of Sydney wel of niet akkoord ging met Mitchell van der Graag, was NAC natuurlijk wel een keuze, een bewuste keuze om te zeggen, nou dan blijf ik hier in Nederland. Want dat vind ik toch wel een mooie stap. Want internationaal gezien is het dan teleurstellend dat je niet bij een andere club in het buitenland, bijvoorbeeld in Portugal, aan de slag ging? Of is dit iets waar je gewoon tevreden mee bent en wil je die stap wel snel maken nog? Nee, dat heeft niks te maken. Ooit is me gevraagd, wat wil je nog doen met je ooit nog doen als trainer? En dan zeg ik, nou, ik wil ooit nog een keer in het buitenland werken en als avontuur ver weg. Nou, dat is een beetje een eigen leven gaan leiden. Je maakt keuzes. Van tevoren is het moeilijk aan te geven of het ook de juiste zijn. Maar je gevoel speelt daarbij een rol. Nou, dat gevoel heb ik nu, zoals ik dat gevoel ook had bij Excelsior. En ik heb nogmaals, ik heb bewust gekozen voor NAC. En misschien zit dat ooit nog in de toekomst. Maar het is niet iets wat je gaat najagen. Dat moet gebeuren, dat moet je overkomen. En ik ben tevreden op het moment dat ik zeg van nou, ik zet mijn krabbel en dan is het volle bak vooruit. En nou, bij NAC, we hebben natuurlijk seizoenen gezien bij die club dat in de linker rijtje, zevende, zesde plek, zelfs op Europees voetbal meedoen. Wat is er mogelijk, denk je, op korte termijn en uiteindelijk ook lange termijn bij die club? Nou, dat is wat ik. Je hebt een aantal clubs in het rechter rijtje en linker rijtje die ontlopen elkaar niet zo heel veel. NAC is anderhalf jaar geleden gepromoveerd, heeft een topprestatie geleverd door er rechtstreeks in te blijven, dus zonder play-offs. Nou, ik weet uit mijn periode van Excelsior hoe moeilijk dat is en wat daarbij komt kijken. Wij hebben gelukkig met Excelsior de stap naar de middenmoot kunnen maken afgelopen seizoen. Nou, en daar moet je in ieder geval aan denken op korte termijn. Beter doen dan het afgelopen seizoen. Nou, met de huurspelers van City, en daar moet kwaliteit natuurlijk leidend bij zijn. Dan kun je in ieder geval wat gaan doen. Maar goed, je zit wel met een x-aantal clubs. Eigenlijk in hetzelfde schuitje in die zin. Die grote groep in het rechter rijtje, aantal clubs in het linker rijtje, die allemaal eigenlijk dezelfde doelstelling hebben. En nu bij Excelsior gaan weer een aantal spelers weg ook. Neem je dat je mee? Nee, Elbers bijvoorbeeld? Die vraag is me al eerder gesteld. Natuurlijk zijn de spelers van Excelsior interessant. Op dit moment is dat niet aan de orde. Dat zou ook niet chic zijn ten opzichte van Excelsior. Wie weet, zeg nooit. Dat hangt van een aantal factoren af, maar op dit moment daar niet mee bezig. En dan bij City is een talent ook 18 jaar, Ilić, als het goed is. Klopt die interesse en wat kan je daarover zeggen al? Nou, ik heb een hele grote, lange lijst gezien met een aantal namen. Daar staat Ilić bijvoorbeeld ook op. En vanaf morgen gaan we eens kijken wat daar allemaal mee gaat gebeuren. Want je bent ook afhankelijk van de kwaliteit van de spelers, wat ik net al aangaf. Maar ook dat er een aantal spelers de voorbereiding bij City mee moeten gaan doen. En dan duurt het weer even voordat ze eventueel bij NAC binnenkomen. Ja. En dan nu de basis bij Excelsior is gelegd. Hoe moet het verder? En welke trainer zie jij het liefst hier komen? Nou, dat weten Ferry en Wouter natuurlijk veel beter dan ik. Dat hebben ze in het verleden bewezen. Ik heb niet de basis gelegd, want dat zou niet fair zijn ten opzichte van mijn voorgangers Marinus Dijkhuis en Fons Schoenendijk. Hè. Die zijn daar een aantal jaren mee begonnen. Maar de absolute basis is natuurlijk de club zelf. De directie, nogmaals Ferry en Wouter, die een duidelijke visie hebben. Die daar ook altijd de trainer in steunen. En dat is heel prettig werken voor een trainer. Dat heb ik zelf ondervonden. Dus dat is de basis die een trainer gaat treffen bij Excelsior. En ik heb gelukkig de kans gekregen van Excelsior. Omdat ze de gok met mijn naam om een trainer aan te stellen die geen eredivisie ervaring had. Nou, en dat is goed uitgepakt. En die komt dus bij een club terecht waar de randvoorwaarden goed zijn. En van daaruit weer verder kan werken. En dan als laatst tegen Excelsior natuurlijk volgend seizoen. Denk speciaal, wordt hij omcirkeld?
Ja, nou, we spelen in de voorbereiding ook al tegen Excelsior, dus in juli, eind juli. Nou goed, dat weet je, de voetbalwereld is klein. Je komt elkaar altijd weer tegen. En het is in ieder geval heel prettig voor mezelf dat je door de voordeur naar buiten gaat. En dat je al veel bekende relaties, vrienden achterlaat. En dat je in ieder geval heel prettig samen hebt gewerkt.